als je in de voetballerij zit, zoals deze meneer die we net zagen, en als je dan 10 keer kampioen wordt, dan krijg je een ster boven het logo van de club. Ja, nu hebben we in 120 vandaag ook 10 keer onze eigen superster gehad, met een muzikale column. Een kleine greep uit de waaier aan liedjes die we voorbij zagen komen. Aan die oude markt in Enschede, waar de lichtjes 's avonds heel gedreven, de glazen dansen. Alle tafels die zijn uitgezet. Corrie, kom jij maar dichterbij. Laat je lijf mij maar verslinden. Wolkendekens gaan opzij. Wij kunnen niet met jullie op de werkvloer door één deur. Want vrouwen hebben over het algemeen een mega slecht humeur. Ik weet niet hoe dat het komt. Ik weet niet waar naartoe, ik weet ook niet waarom. En ik wil weg, weg ver van hier. Kom aan en pak je spullen en vertrek dan ver van hier. Ja, stuk voor stuk zo goed. Maar ja, helaas ook aan al het goede komt een einde. Aan alles komt een eind, ja. Maar nu nog even niet. Nee, nou komt ie. Welkom Annelinde, leuk dat je er nog bent voor de 10e keer. En we gaan gewoon doen alsof het nog niet bijna het einde is. Nee, we moeten het wel doen. Heb je intens verdriet dat het de laatste is? Ja, ik vind het ongelooflijk jammer, ja. Ja. Nee, maar het is even mooi. Het is, je moet op het hoogtepunt stoppen, denk ik dan. Ja, zonder al te veel te verklappen, je hebt wel een klap op de vuurpijl gegeven, hè? Ja, ik heb er wel... Nou ja, ik heb er wel wat speciaals van willen maken, ja. Deze keer, ja. Ontzettend benieuwd. Ik heb iets van de contouren gehoord. Als in, het heeft te maken met ook onze andere columnist... die vandaag niet hier lijfelijk kon zijn... maar blijkbaar intrede heeft gemaakt... en er is een soort van iets van een collab ontstaan. Ja, maar, het is echt een liefdeslied. Zo zie je maar weer. Straks ga je een soort, wat is het, columnistenkoor krijgen. Columnistencollab. Columnistendebatten. Ja. Even terug in de tijd. 10 keer gedaan. Weet je nog waar je eerste column over ging? 21 januari dit jaar? Nee, eigenlijk niet. Nee, wat was dat ook alweer? We zaten nog midden in de corona shit. Oh, dat was natuurlijk. Oh ja, dat ging over die horeca natuurlijk, die weer dicht moest. Het ging toen over dat je zo baalde dat voor de cultuur, dat de cultuur nog helemaal dicht zat. Oh, hutje prutje. Hutje prutje. Met je kutje. Dat was hem, voor het raam. Ja, precies. Omdat je zegt van ja, die winkels zijn open, de mensen staan in de rij. Maar ja, weet je al, de cultuur die mag weer barsten, zeg maar, dat gevoel. Nog meer verdrongen van dat van lijkt het al lang geleden eigenlijk, hè? Echt, hè? Ja, echt heel ver. Ja, het laatste lied gaat ook eigenlijk over de titel. Volgens mij heb ik geen titel doorgegeven, maar een beetje nieuws wat niet boeit. Want er zijn nogal heftige dingen eigenlijk. Ik heb wel een periode gehad dat je kan zeggen van... nou, als columnist heb je behoorlijke piekmomenten van het nieuws gehad. Nou ja, bijvoorbeeld, ik noem maar eens Storm wat. Storm Corrie. Of, ja, maar nog meer nog, één oorlog in een Europees land notabene. Ja, precies, ja. Ja, wie had dat gedacht? Maar daar ging het natuurlijk ook een keer over. Ja. Heb je zelf een column waarvan je zegt, nou, dat was voor mij wel echt een pareltje. Daar ben ik wel trots op. Of moet hij nog komen? Dat kan ook. Volgens mij moet hij nog komen. Nee, nou ja, goed. Het lied wat natuurlijk over Oekraïne was, was wel heel erg beladen. Natuurlijk. En dat, iets waarvan je toen zei, dit wilde ik eigenlijk altijd wel schrijven. Maar nu was er een mooie aanleiding vanuit de vluchteling gezien. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk heel erg mooi dat ik dat toen, dat ik dat nu heb af kunnen schrijven. Maar... nou, het was vooral gewoon heerlijk om mijn frustraties een beetje hier wekelijks kwijt te kunnen. Dus dank jullie wel voor dat... En zelfs als beloning in volgens mij Stadsgravenstraat ook nog terechtgekomen. Ja. Dat ligt ook echt aan onze kolen, aan onze uitzending. Nee, dat eigenen we gewoon op. Dat, precies. Nee, maar dat is in dat hele proces natuurlijk ook allemaal gebeurd. Ja, nu sta ik verzilverd. Of verankerd in de stad. Hey, maar je zegt al, je begon met een soort van... Annelinde bezinkt of vervloekte weken. Wat valt jou nou op? Misschien in het nieuws, misschien daarbuiten. Wat heeft je geraakt? En op een gegeven moment ben je overgestapt van... nou, geef mij een uitdaging. Ja, dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Nee. Daar ging wel je ook naartoe, hè? Ja, zeker. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat eigenlijk de minst leuke keren vond. Ik moet toch creatieve vrijheid hebben daarin. En... nou ja, in één keer moest je zingen over kansengelijkheid. Ja. Nee, ik laat mij bij deze nooit meer wat opleggen, denk ik. Wat liedjes betreft en creatieve stromingen. Nee, het loopt gewoon
het stroomt bij mij beter. En daarom is het nu ook goed dat het na 10 keer eventjes, dat we even in ieder geval een pauze houden. Wie weet wat er in de toekomst gebeurt. Want ik wil eventjes niet meer met zo het nieuws items bezig zijn. Ik snap het. Maar bovendien, je bent gewoon professioneel muzikant. En de corona-dop is er weer een beetje af. Ja, het is misschien ook wel een ingewikkelde. Want ik hoor dat op alle vlakken van het leven dingen wat roestig zijn. Hoorden we Marieke de Brugge van Enschede Promotie bijvoorbeeld ook zeggen. Ook binnen dat land is het allemaal wat... Maar komt het weer een beetje los? Nou, toevallig. Ik heb morgen een optreden. Zondag een optreden op de braderie in Boekelo. Maandag sta ik in de Grolsvesten bij een grote conferentie over vrouwenrechten. Dus het loopt wel even. Het loopt wel weer. Ja. Is dat ook mede dankzij de columns? Als in heb je... heb je nog een beetje reacties gekregen in de loop van de tijd? Er zijn wel mensen die het gewoon echt op de voet hebben gevolgd. Dus ik heb wel leuke reacties gekregen. Maar het mag altijd nog wel een tikkeltje meer natuurlijk. Mensen kunnen liever geen uitdagingen gooien, zeg maar. Nee, precies. Nee. Maar dan moet ik zeggen, nou ben ik ook weinig in de stad geweest. En ik heb ook me veel bezig gehouden met mijn studie mijn geweldige werk. En dat heeft ook wel weer veel tijd in beslag genomen. Dus misschien als ik nu ineens door de stad loop, dan zeg ik, daar is het, daar is het. Daar is het, hoor. Ja, trek de kroegje, kom je. En zingen. Toe maar. We gaan naar de laatste. Voor nu. Ja. De 10e. De kers op de taart. Ik heb hem ook nog niet gezien of gehoord. Dus ik ben heel benieuwd. En je hebt hem wel gemaakt, toch? Ja. Zometeen Dion vluggen. Wil je er nog iets over kwijt? Of gaan we gewoon het ons tot ons nemen? Ja, neem het maar tot je. Ja, er valt weinig over te zeggen. Het is lekker. Mag ik zeggen met wie je hem hebt gemaakt samen? Wie er te zien zijn? Ja, natuurlijk. Ja. Annelinde van der Veen, onze muzikale columnist. En onze gevestigde columnist op vrijdag, Bart-Peter Zweem. Ik wil weten van dat veeltje dat van de stoelpoot is gegaan. Waarom het steeltje buigt in plaats van breekt bij de schil van een banaan. Mijn doucheputje zit vol haren, maar ik heb geen zin er wat aan te doen. Ik heb wel Parma ham gekocht, maar ik vergeet steeds de meloen. Ik wil weten wat de burgemeester 's avonds op Netflix kijkt. Wanneer dat meisje op haar hakken wankelend bezwijkt. Ik wil weten wie die irritante step heeft uitgevonden. Wie bepaalt wat er 's avonds op het nieuws wordt uitgezonden. Ik wil weten wie zich interesseert of de kerkklok nog wel echt is. Ja. Ik wil weten of palmolie nou echt zo ontzettend slecht is. Oh ja, en dat het de normaalste zaak van de wereld is. Je hoeft dus niet zo te schrikken als mijn hond op straat zomaar aan zijn ballen loopt te likken. Ik wil weten hoe de dierenarts een wond hecht bij een muis. En ook hoe jouw cv tikt bij het opwarmen van je huis. Ik wil weten waarom geen kaasschaaf doet wat het moet doen. Waarom ik de vensterbank opruim voor de buurt, gewoon uit goed fatsoen. En ik wil dat jij je niet zo aanstelt en gewoon blije liedjes schrijft. Nou. Je mag best aandacht vragen van je publiek, maar niet dat je de hele tijd zo overdrijft. Sorry. Ja, kleedje is normaal en haal die bloemen eens een keer uit je haar. En misschien moet je ook eens werken in plaats van te spelen de hele tijd op je gitaar. Nou, laat jij je haar dan maar eens groeien. Nou, komt dat maar. Nou, doe niet zo gemeen. Je bent dan wel de lijsttrekker van GroenLinks. Ik ben Bart-Peter Zweem. Dat is fout geschreven. Oh. Hou jij je nou maar bezig met belangrijke zaken, hè? In plaats van dat je tijdens die debatten je zo ongelooflijk druk loopt te maken. Zeg, waarom heb je mij überhaupt gevraagd om deze column samen te spelen? Dat weet ik ook niet meer. Ik heb wel wat eens beters te doen dat jij me nou gewoon zo als zo'n singer-songwriter loopt te vervelen. Dan zing je toch gewoon lekker niet. Ik zing toch veel mooier. En trouwens, ik denk dat mijn muzikale columns toch veel beter beluisterd worden als jouw gesproken Sinterklaas gedichtjes. Ja? En trouwens, ik heb überhaupt deze tekst geschreven. Dat is wel waar. Ja, dus je mag best wel een beetje blij zijn met een beetje radiotijd. Nou, dankjewel. We willen nieuws wat niet boeit. We willen fietsen om kleine dingen. Gewoon een liedje fluiten of lekker vals mogen zingen. Hoe zou het met de beren in de lockdown voor het raam? Die nu geen aandacht meer van ons krijgen zijn gegaan.
Hoe gaat het met de gezondheid van het monster van Loch Ness? En dat er zomaar uit het niets wordt gedanst bij de NOS. Geen richtlijnen, maar elke maand een nieuwe toverspreuk. Onnozel, overbodig, kneuterig nieuws is ook best leuk. Dat is eigenlijk veel mooier dan zeggen. Ja, dat is je wel lang. Ja, dat is wel waar. Dankjewel. Alsjeblieft. Wauw. Zo, dat is nog veel beter dan ik ooit had durven dromen. Annelinde van der Veen en Bart-Peter Zweem in een echte column-collab. Ja, je moet altijd blijven doen met z'n tweeën. Oh, wat goed dit. Ja, supergoed. Ja, dit was, al, dit was wel echt een goede klap op de vuurpijl. Ja, hè? Ja, ik vond hem zelfs leuk. Ja, echt mooi gemaakt. Hey Annelinde, dankjewel voor de 10 weken dat je met ons meedeed. En dat je ons hebt geïnspireerd met je liedjes. En de kijker aan die andere kant ook. En wij hopen van harte dat je wellicht nog eens, als weer een beetje opgeladen bent met andere dingen, misschien weer eens ziet om nog eens mee te doen. Maar we willen je niet met lege handen laten gaan. Dus we hebben sowieso iets voor je niet hoeven doen. Weggelegd. Een bloemetje, daar hoort nog, zie ik. Ik zie al wel eens een verschrikte blik op Julians gezicht. We hebben hier op zijn bureau ligt nog een mooie dingetje. Ik dacht dat alles er was. Maar. Een cadeaubon, maar die is blijkbaar niet daar terechtgekomen. Maar dat maakt niet uit. Nou, heel erg lief. Dankjewel. Graag gedaan. Dus, maar even een berichtje van Bart. De bloemen moeten niet in je haar. Ja, precies, ja. Nee, dankjewel jongens. Ik ga het nieuws in de gaten blijven houden. Ik ga alle leuke dingetjes eruit pikken. En dan over een tijdje kan ik weer allemaal heftige, leuke, grappige dingetjes schrijven. Goed. Annelinde van der Veen, nog één keer round of applause.